Welkom allemaal bij weer een nieuwe video. Zoals jullie zien ben ik tussen neus en lippen door even met een gesoot hondenbrokje op pad. En het is nu maar even de tijd vinden om een uurtje te kunnen gaan vissen. Maar jongens, een beetje een compilatievideo. Wat beelden voordat ik papa ben, voordat wij ouders zijn geworden. En wat huidige beelden. Dus ik zou zeggen heel veel plezier met het bekijken naar deze video. Abonneer natuurlijk als je dat nog niet hebt gedaan. Want we hebben bijna die 10.000 abonnees jongens. Nou ja, bijna. We zijn op weg. We zijn hard op weg. Dus help mij, help iedereen. Abonneer nu eventjes. Het is geheel gratis. En dan zeg ik heel veel plezier met het bekijken van deze video. Yes, jongens, het broodkosten deel nummer 2 is van start, de eerste vis. En eigenlijk vrijwel direct, mooi in de kantjes lag hij te azen. En het was een kwestie van voor zijn neus werpen, even wachten, pang, hangen. Heerlijk. Even gauw op het matje. Prachtig. Beauty. Oké, jongens, een beetje amateuristisch, maar goed, zo lukt het natuurlijk ook wel. Kijk eens, lekker met de broodkostenpad, deel 2 is begonnen. En nou eigenlijk nog geen 10 minuten nadat deel 1 online staat, denk ik, oké, hij is op tijd. Ik moet er nog even gaan. Nou, dit mooie afgepaaide schuppie, kon het kostje niet laten liggen. Kijk eens, ja, rustig. Kijk eens, is het niet prachtig? Even met de GoPro gefilmd. Ik heb de camera niet mee, ben met de brommer. Zo kom je mooi op plekken. Kan ik iedereen adviseren, pak de fiets, pak de brommer. Dan kom je op plekken. Prachtig. Mooie vis, lekkere sport. En we gaan weer hem terugzetten, releasen. Mag je lekker gaan zwemmen. De eerste van de dag. Een mooie kleine schubbelmans. En ook deze mag gelijk weer gaan zwemmen, want daar is nog een klein spiegeltje. Er zitten op dit water niet heel grote vissen, maar het is toch leuk hoor. Nou, aanbeet nummer 2, super snel achter elkaar. Een heel klein spiegeltje. Ga ik deze zo scheppen en wil ik het via een net release vrij laten. Maar wat een actie, man. Heerlijk. Om die blok wat verder te krijgen, gebruik ik gewoon de werkpijp. Dat werkt perfect. We gaan eens even kijken of we hier ergens in deze mooie kom. Ik heb wel wat beweging gezien, maar nu is het er even weg. Dus ik heb wat brokjes erin gegooid en ik wacht gewoon even geduldig totdat ik iets van beweging zie. Let's go!
Ik heb een tijdje niet gevist, een aantal weken. En dat is alleen maar heel positief, want wij zijn papa en mama geworden. Op 07:06 om 12:32 van onze prachtige dochter. En mama en dochter maken het goed en we zijn nu eindelijk thuis. Het heeft eventjes geduurd, wat lastiger opstart, maar we zijn thuis. En het is heel fijn om te kunnen genieten met z'n drietjes. Maar ja, jullie weten het, hè? Wat in het aard van het beestje zit, dat gaat natuurlijk niet weg. Dus er moet misschien eventjes 10 minuutjes een brokje te water gelaten worden. En dan ga ik weer lekker terug naar mijn dames. Dus ja, het is eventjes een wat rommeligere video dan normaal natuurlijk. Maar dat maakt helemaal niet uit. We gooien gewoon wat beelden bij elkaar en dan moet het allemaal goed komen. Dus ben jij nog niet geabonneerd, jongens? Abonneer eventjes, want misschien komen er nu een aantal maanden niet zo heel veel video's. Maar daarna weer wel. Dat weet ik zeker. En in de toekomst ook. Yes. Sorry jongens, ik heb de aanbeet niet voor jullie kunnen filmen, maar prachtig op de brokjes. En de eerste vis als kerstverse papa. Dat is ook wel leuk. Ja jongens, ik moest er even uit en zelfs mijn vrouw zei van ga maar eventjes. Dus niet dat jullie denken, oh hij laat zijn vrouw alleen. Nee hoor, dit is met wederzijdse goedkeuring. Prachtig, hier mooi voor de kant. Hij had al een paar brokjes op, was heel lastig. Maar ja, dit is echt prachtig. Oké, ja, dit is misschien achteraf niet zo handig. Ik dacht wel dat ik een schep net bij me had, maar dat was een sling. Dus we gaan hem gewoon even scheppen met de sling. Dat moet wel goed komen. Maar voortaan even een check, dubbel checken wat er in de stinkzak zit. Het is niet echt heel erg handig. Maar goed, maakt niet uit. Want de vis die schoot nog eventjes een paar keer los, maar het is toch best wel een grote vis. Maar ik heb geen statief bij me, helemaal niks, maar het is best wel een mooie vis. Kijk, mooi in het lippie. Hartstikke idee. Zo mooi weer los. Prachtig. Nou, die lijn die was al een paar keer om die top gewikkeld. Dus ik was al lang blij dat hij weer loskwam. Maar het is best een mooie vis. Kijk eens. Best een lange schep gewoon. Er zit ook best wel wat gewicht achter. Prachtig jongens. Kijk eens, mooie vis. Nou, we gaan geen fotootje nemen, we laten hem lekker even zwemmen. Kijk eens. De eerste vis als papa is binnen. En dat is toch wel heel mooi. En dan moet ik oppassen dat ik niet voorover kukel het water in. Oh, wat een avontuur weer. Ik ga gauw terug naar de vrouw en dan is het mooi geweest. Ha, met de spotlanga, een hondenbroekje en een hengel. Dat is prachtig. Nou jongens, bij deze ook te afsluiten, want eerst voorlopig zal er weinig vissen meer in zitten. Ik heb nog een weekje vrij. Die ga ik lekker spenderen met de vrouw en mijn dochter. Lekker genieten van de tijd. Maar ik moest heel eventjes, jullie weten het, vaders prioriteiten worden verlegd. Maar toch, ik moest heel eventjes vissen. Even een visje vangen. En het is gelukt. Nou jongens, ik hoop dat jullie toch ondanks deze misschien wat rommelige video genoten hebben van het kijken. En ja, het zal dus misschien even duren voordat de volgende video wordt geüpload. Neem me niet kwalijk. Iedere vader zal het in ieder geval begrijpen. Maar ik weet ook zeker dat jullie het allemaal begrijpen. Nogmaals bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer natuurlijk als je dat nog niet hebt gedaan. Want we zijn op naar die 10.000 abonnees jongens. En dan zeg ik tot de volgende video. Later!